Ella Heikoop. Ja. Je zit in het equipe voor het Europese kampioenschap in Herding. Ja. Heel fantastisch, toch? Zo. Had je er van tevoren op gerekend? Nou, niet op gerekend. Maar ik weet natuurlijk wel dat ik de laatste, zeg, 2 maanden... vanaf eigenlijk Indo-Brabant boek ik steeds, ja, toch wel echt wel veel progressie. Het voelt ook steeds beter aan. Dus ik had het misschien wel stiekem gehoopt. Ik had er wel een beetje over gedroomd. Maar ja, het is toch altijd maar de vraag wie die kiest. En ja, nu net te horen gekregen dat ik er dus toch bij zit. Dus ja, ik ben echt heel blij. Je zit in een hele luxe positie. Want je hebt een vrije rol. Je mag rijden zoals je wil. Ja. Haalt dat druk bij je weg? Of leg je dat juist extra druk op? Nee, ik denk dat ik... Ik probeer nu het ritme wat ik nu heb, zeg maar, als ik het vergelijk met Rotterdam en Aken, dat ik nu, heb ik alweer beter gereden, dat ik dat gevoel, dat ik dat als doel heb, dat ik dat probeer vast te houden en dat het misschien weer net een beetje beter wordt. Dat is natuurlijk iets wat je altijd wil. Maar ik leg mezelf niet meer druk op, sowieso niet. Dus ik ben wel blij ook dat hij natuurlijk heeft gezegd van, dat ik gewoon vrij mag rijden wat dat betreft. Maar ik ga natuurlijk mijn uiterste best doen, sowieso. Je meldde net op de persconferentie dat je niet helemaal nog gelukkig bent met je kuur. Ga je daar voor Herding nog veranderingen aanbrengen? Nou, ik denk het niet. Het is sowieso een kort dag. En ik moet zeggen, die kuur die past mij wel echt perfect. Het is alleen misschien meer dat ik de kuur nog zelf een keer moet doorrijden. Om te kijken waar ik misschien nog net voor het beeld ietsjes mooier, bijvoorbeeld mijn pirouette in kan draaien of een serie kan rijden. Dat is nu misschien nog net iets rommelig, terwijl het gewoon wel een strakkere lijn kan zijn. Dus dat is iets wat ik nog wel met Anke aan wil gaan passen. Maar de lijnen op zich of de muziek op zich verder eigenlijk niet. Dankjewel en heel veel succes in je voorbereiding op Herding. Ja, dankjewel. Jacob Meerdersen, KNS, Paardensport TV.